Hey kijkers van The Zavid Games, welkom bij... Ik kijk het verkeerde webcam op, ik moet mijn webcam hier neerzetten. Welkom bij de nieuwe CC-map. Ik ben hier vandaag met Kevin, met Wouter en met Lars. Hallo! Ja, en zoals ik al even op Twitter had geteased, dit is dus een... wacht even, hoeft dit? Zo, dit is een nieuwe map en het is redelijk nat. Waarom is het nat, Wouter? Omdat ik naast een superknappe Vakenhof sta. Oké, ik zal even wat serieuzere mensen vragen. Lars, waarom is het nat? Dat het net geregend heeft. Kevin, waarom is het nat, Kevin? Omdat, zoals je hier kan zien, er overal zee is. En wij aan het strand staan, wat eigenlijk wel een klein beetje duidt op een soort van eiland. Boe, kick die Kevin! Saai! Kevin heeft helemaal gelijk. Dit is Community Craft midden op zee. Dat betekent dat er een heleboel eilandjes zijn. Nou ja, eilandjes. Ik zie hier een Midland staan, die heeft zijn eigen eiland geclaimd. Jullie ook, volgens mij. Ja hoor, zeker. En er zijn zoveel eilandjes, die toch nog best wel groot zijn, dat de grootste, Ronald zeg maar, de verste, hoe ver zat hij er vandaan? 2000 blokken of zo? 2000 blokken, ja, iets in richting het zuiden. Goedemorgen. Nou, dit is een spaneiland met het tulpenfestijn, noem ik het maar even. Oh, Wouter, save me. Skeleton! Go get let's him! Let's get him, guys, let's get him. Wouter gaat hem pakken hoor, dit komt goed. Au. Wow, sla je hem nou in de fik? Ja, jezus. Ik heb flame aspect op mijn vuisten staan. Fire punch. Om naar mijn eiland te komen, moeten wij best wel een tyfus eind lopen. Dat valt mee. Maar we moeten wel een stukje. Dus ga lekker met mij mee. Zullen we een bootje pakken? Dat is wel fijner, denk ik, of niet? Als we ik een denk boot dat het sneller gaat. Maar... Ja, ik denk als jij naar een ander eiland wil gaan, dan is het wel handig om een bootje te pakken. Ja. Nou ja, op zich wel. Als iedereen niet door mij heen loopt als ik hout aan het slaan ben, dan komt het helemaal goed. Ik dacht dat ik als eerst bij de boom was, maar veel zwaar tegen. hebben jullie al een eiland uitgekozen, jongens? Ja, zeker. Yep. Wat, waar? Yep. Ik zit achter de Vakenhof. Oké. En ik zit precies aan de andere kant van het eiland als waar jij gaat zitten. Huh? En ik zit precies toch? Boven. jij zit links van de span, ik zit rechts van de span. Oké, maar waar is zijn, niet waar, moeilijk niet. Maar waar zijn jullie heen gelopen? Ik ben hier. Hier een boom hout zoeken. Oké, okay, ja, ik ook. Hebben jullie allemaal een bootje, jongens? Zijn jullie klaar? Bijna. Ik heb het eigenlijk te wachten tot jij die crafting table neerzet en ik een bootje kan gaan craften. Want... Scheelt jouw hout? Oh. Nou nee, het scheelt 6 verschillende crafting tables. Oké, gaat. Om het een beetje netjes te houden deze keer. Oh. Ik maak de meest verschrikkelijke boot ooit. Ik deed hem verkeerd. Titanic? Nee. Goed, ik ben ook zover. Ga ik nog even één keer spieken gauw op mijn... Even kijken, links. Ja, zo komen we er wel, denk ik. Dit kan niet fout gaan. Als we nu gewoon het water overgaan, dan komen we bij mijn eiland. Het gaat toch fout, want we laten Kevin achter op het eiland. Oh, dat is Kevin. Ik weet niet waar jullie Kevin, kom! Zijn. Kom maar! Ik heb ze even about hem. Heb je je bootje, Kevin? Ik heb een bootje. Nou, kom man. Dan gaan we. Let's go varen over zee met z'n allen richting... Oké, ik heb dit eiland dus nog helemaal niet gezien, hè? Nee. Ik ben op twee plekken geweest. Begin deze map. Wat stop. Doe je? Paniek! Ik ben een eilandje aangevaren. Er is één mini-eilandje. Ja, wow, ik ook al. Wow. Hier moeten we omheen, of wat? Ja, maar hij laadde niet, dus het was echt voor mij... Wow, wat is dit, joh? Iedereen zit me uit te lachen en David doet het zelf ook. En jullie lachen hem niet uit, dat vind ik niet eerlijk. Tuurlijk niet. Waarom laat dit zo langzaam? Hoeveel gig zit hierop, man? I don't know. Jij hebt deze server geregeld. Ja, nou ja, dat was de bedoeling. Oké, nou gewoon recht vooruit. Ik ga ondertussen Pieter wel even bellen. Zeg goed. Even dat er meer ram op moet. Kijk uit voor ijsbergen, jongens. Nee. Ik bel hem ondertussen. Komt helemaal goed. Is er een dynamap? Er is geen dynamap. Oké. Je moet gewoon echt je eilandje in de gaten houden, dus. Ja, eigenlijk wel. De kunst. Ik hoop dat ik er zo een beetje uitkom trouwens. Ik heb geen flauw idee of ik goed ga. Ik vind echt dat ze ijsbergen toe moeten voegen in Minecraft. Dat heb je toch? Ja, maar gewoon om de zee een beetje interessanter te maken. Die spontaan gewoon het water uit komen schieten. Ja, bijvoorbeeld. Nou, Pieter neemt niet op. Handig. Ben ik de enige bij wie de chunks niet snel laden? Of ligt het aan mij? Ik denk dat het aan jou ligt, want ik zie al land. Ik zie land. Ja, ik zie ook land. Boe, ik niet. Ik zie wel een... dungeon. Waar zien jullie land? Oh, nooit! Ja. Zagen we echt al 30 blokken terug. Ja, dit zag ik echt. Als jij ze nu precies, dan ligt het aan jou. Ik zag het dus niet. Oh, noob. Maar dit is hem, mijn eiland. Oh. Wat mooi. Staat er een naambordje op dan, dat hij van jou is?
Nog niet, maar die wil ik best maken. Als we ruzie gaan krijgen, dan win ik. Sowieso. Dat is echt weird, man. Die klote lag. Oh, nee, wat dan als ik nou in- en uitlog? Zou dat werken? Gezondheid. In- en uitlog gewerkt. Heel fijn. Dit is mijn eiland. Wow, wat groot. Wow. Dit is huge. Fucking groot. Wow. Schapeneiland. Maar de vraag is, zijn er wel bomen? Want daar heb ik helemaal geen rekening mee gehouden. I don't see any. Ja, daar is een boom. Ik heb twee settings voor je. Niet veel, maar ze zijn er wel. Oh, niet veel? Dus het is fucking veel bomen. Een heel bos, man. Ja. Oh. En schaapjes. En bloemetjes. En bellen. Wow! Oeh! Oké. Ik heb zoveel zin om jou hier naar beneden te mappen, hè. Echt, oh, verschrikkelijk. Ik denk dat Ronald de persoon is die het meest doodgaat uiteindelijk. Ja, wordt dat bijgehouden of niet? Statistieken, dat je daar aan het einde een video van kan maken. Ik weet niet of de server het bijhoudt, waarschijnlijk niet. We hadden dat erin moeten zetten, maar de persoon zelf natuurlijk wel qua stats per server. Ja, Ronald gaat sowieso voor de eerste plek. Sowieso. Nou, wat hebben we nodig? We hebben wat meer hout nodig. Ik denk dat ik hier ook gelijk mijn eerste huisje mag gaan maken. Uiteindelijk komt hij dan het DDG-dorp. Oh. Waar iedereen naartoe mag om te handelen en te doen. Maar af en toe red je de reis niet hier naartoe, want dan word je overvallen door de dodo's. Right. What? En wat doen de best dodo's? Best storyline ever. Ik was dit verzin ik ter plekke. Dit. Dit is volgens mij gewoon de storyline voor Kingdom 4. Ja. Seizoen 4 nog wel. Er was eens een eiland. En op het eiland woonde... Nou, Wouter? De dodo's. Maar de dodo's, dat waren geen normale mensen. Want, Lars... De dodo's, die deden elke avond kaarten met hun vrienden, terwijl ze... Kevin? 14 worstenbroodjes naar binnen werken. Maar, dat vond de koning niet goed. Want de koning had een hekel aan worstenbroodjes, omdat... Wouter? Omdat Rick van Serpent Gameplay ze altijd... Lars? ...in zijn achterzak stopte, terwijl hij een heel vrolijk liedje... Kevin? ...aan het meekrijsen was. Punt. Nou, en zo verzinnen wij de storylines voor Kingdom, jongens. Woe, het geheim is eruit. Zo, die hebben we. Heb je al een beetje veel hout? Ik heb er 18 logs ik nu. Ik heb er 21. Wauw, patsetje! Ja, patsetje. Ik vind het geen mooie plek om te wonen. Ik wil een andere plek. Ik heb er 15. Je weet ook niet waar je wil. Je bent hier nog in 3 minuten. En je wil nou alweer verhuizen. Nee. Ik kom het goed. Ik wil... Alles. Alles. Want alles in één. Je bent de beauty and the brain. Schatje, wat doe je met me? Ik ga hier bouwen. Hier komt mijn huis. Kijk, lekker duidelijk. Beslissingsvol. Bam. Hup. Voor alle duidelijkheid, dit is mijn huis. Want dit is mijn huis. Nou, mijn houten huis. Laat de creepers maar komen. Is dat je nieuwe parodie? Ik weet het niet. Oké. Staat de pussy modus aan? Nee. Wat staat de pussy modus aan? Oeh, nou, ik heb honger. Wat zei je, Lars? Ik heb zeker honger. Ik heb nog maar drie dingetjes. Ik heb ook wel trek. Same here. Nou, dan ga je wat eten. Wij zijn nou voor jou aan het werken. Dan ga je wat eten. Ik heb al wat. Hier. Waar ben je? Hier. Ja, waarom kan hij wel? Yay. Lars, je hebt een speciale treatment. Oh. Wil ik ook? Mag niet. Ah, F jou, Dodo. Jatte hij ze nou? Ja, hij probeerde het te jatten, die stinkt. Oh. Hij is natuurlijk de Deadly Dodo. Deadly Dodo. Achter je, pas op. Pas op, David, achter je. Pas op, achter je, man. Oh, gear. Ja, pak het. Allemaal, we willen het hebben. Want Dodo is wel dapper eigenlijk, hè? Oh, wacht, ik zal voor iedereen even een zwaardje maken, hè? Gaarne. Hey. Ik ga gewoon lekker naartoe kijken hoor. Vind je het goed? Die gast is nog steeds niet neer. Holy shizzle, het spant hier in één keer helemaal vol met allerlei beesten. Nou, hier heb je een zwaard. Hier heb jij een zwaard. En waar is die Kevin? Daar. Hey, Kevin achter je. Pak hem. Achter je, man. Wow, het worden echt superveel hier. Ik heb mijn zwaard even niet opgepakt. Waar is die nou? Ik heb 2 zwaarden. Double wield. Wat? Oh. Iemand heeft mijn zwaard gestolen. Kevin, ga de kant. Dankjewel. Oké, maak even tijdelijk huis, want dit kan ik zo heb niet. Oeh, I saved your ass. Lars, stond jij zo net in mijn rug te beuken? Gat.
Nee, ja, het is te slaan. Damme! Dodo! No. Je mag gewoon ontkennen hoor, trouwens. Want je gaat er nou volop in, maar eigenlijk pleed je daarmee best wel schuldig te zijn. Oh, ik wil zo niet als eerste doodgaan. Daarom staan wij hier toch, zodat wij niet als eerste schep. Doodgaan. Ja, ik heb ook een schep en ik ga even gauw een gotje maken. Oh, twee spinnen. Ik zie een creeper. Wie schakelt hem uit? Ik niet. Oh. Want ik ben bijna dood. Oh, ik ook. Ik heb echt nog 2,5 hartje. Ik heb ook 2,5. Kom binnen, Kevin. Laat David maar buiten. Wat zitten jullie dan met z'n allen in dat fucking huisje? Jullie stelletje noobs? Oh god, echt waar. Jullie zijn echt verschrikkelijke hulpjes. Bukken, Kevin. Zijn jullie nou de hulpjes van Sinterklaas? Dit kan toch niet? Die zit ook s'nachts in huizen. Dat is wel waar. Ga je niet even wat eten maken voor mij of zo? Ik ga niet reageren. Hey, hoeveel hartjes hadden jullie? Ik ben vol HP. Misschien kan ik een paar mensen uitschakelen die mij niet op dienst zijn. Het was Kevin! Toen had in één keer de incentive om in één keer te gaan reageren. Oké, nee, duidelijk. Ik weet wie mijn vrienden zijn. Kijk, Lars is mijn vriend. En, oh, nou jullie allemaal in één keer. Iedereen toch? We zijn niet toch samen? Gaat er zelf binnen zitten, die held. Wat de F. We stonden al de hele tijd buiten. Ja, man. Was de wacht aan het houden buiten? Hot topic. Zo. Hot topic. Wie gaat eens even wat lekkers bakken? Er zitten... Oh, Lars, pak hem! Ja, kom hier! Oh, Kevin gaat hem al pakken. Kevin Kicks is al bezig. Music gaat er al achteraan. Ik denk dat we even moeten beginnen met wat charcoal. Oh. Voor mij zit er pas op, skeleton rechts van je. In mijn flank. Hij focust mij niet. Hij ziet gewoon, dat is de eigenaar van de server. Die moet niet meer fucken. Anders wordt je gekikt. Anders zet hij alle skeletons uit. En dat vindt anders hij niet. Anders wordt hij gekikt, ja. Gelijk een middenman. Krijgt hij een banaan op zijn hoofd. Hey, deze twee mensen zitten hier te chillen. Wacht even, je kon toch hout met hout verbranden? Ja, dat ga ik nou doen hoor. En daar moet je locks voor hebben. Ja, ik heb het al gedaan. Oh, mooi. Uh-oh. Wie wil de golden gear? Uh-oh. Het staat daar. Pak het. Uh-oh. Kevin, pas op. Ga eruit, Kevin. Ik was in de kuil gevallen. Pak een kuil. In het water. De kelder zombies. Oeh, de zombie kuil. Oh, hij heeft een dikke vette zwaard. Iron sword. Nee, dat is dat is geen iron. Jawel, zo iron. Jawel, dat is toch iron? Jawel, dat is iron dat hij in zijn hand heeft. Zeker. Oh, wat? Dan wil ik hem. Drop hem. Shit, hij dropt niks. Oh, Jezus! Oh. Terrorisme! Nee. No! Naar huis komen. Ik was in het water, dus ik was het niet. Hoe deden jullie dat? Jullie stonden binnen en toen gebeurde dit? Hey, ja, toen ging de boom. Luister, Daaf, ik stond hier. Ik was appels aan het plukken. Ja. En toen zag ik Lars, die liep daar naar binnen. Maar die deed daar de deur open. Vuile rat dat het is af en toe, hè, die dodo. Zombies en die creepers. Nee, echt waar, Daaf. Nee, precies. Oh. Hebben we nou charcoal dan, of niet? Er komt weer iemand met een schep aan. Er komt een heks. Pak hem. Daar. Hallo. Geef me je schep. Maar serieus, die creeper die blies ons op dwars door dit huis heen. Oh nee, ik kijk niet Slenderman aan. Enderman, no. Slenderman. Oh shit, daar staat hij inderdaad. Yo. Don't look at him. Ik zie het, ik ga naar beneden. We moeten echt als een donderspul hebben, jongens. Dit kan niet. Nou, succes beneden daar. Doei. Ja, hebben jullie nog geen pickaxe, nog helemaal niks? Nee, we kunnen hier niet weg, want er wordt constant aangevallen. Als je nou wat zand maakt, dan kun je toch gewoon... Word ik gevolgd? Ja, er staat gewoon een zombie boven. Dankjewel voor het melden, jongens. Dank je. Maar hebben jullie nog hulp nodig straks voor jullie eerste eilandje? Nou, eigenlijk wel. Ik heb spul... Oh, nee! Had er iemand dood? Nou, ja bijna. Je niet helemaal. Je kan het rotten vlees kun je eten, hè? Dat weet je. I did. Okay. En dan stink ik. Lichtelijk. Ik wou het niet zeggen. Welke biome zitten we eigenlijk? Wat is dit? Is dit... Het is... Forest. Oké, forest, daar zit voor mij... Niet zo bos. Veel. Ja, nee, maar in sommige dingen spannen bepaalde blokken wat vaker als andere. Echt waar? Ja, in een extreme hill is de enige plek waar je van die groene emeralds kan vinden, bijvoorbeeld. Gewoon in de grond. Wist je dat? Yes. Nee, dat wist ik niet. Nee, we hebben geleerd. Extreme hill, de enige plek. Extreme hill! Wauw. We hebben gewoon Kevin! We lost Kevin! Oh my god. Bro. Nou, oh maak uit de opname kan Kevin. Gewoon door. De kill Kevin. Wist je dat je... Ben ik de eerste? Zeg het niet dat ik de eerste ben. Yep. Hey, wist je dat je in een jungle biome, dat daar, zeg maar, de iron, dat daar 30 blokken hoger zit dan normaal? Waarom kan ik geen... Nee, waarom weet je dit soort dingen? Ja, wat heb je aan dit soort kennis? Opnemen met Edwin.
Dan krijg je eens wat te horen. Ah, krijg je dan ook ondertussen lagmachines of niet? Kijk, en daar is de eerste iron al. Hoppakee. Wat zit je? Ladies and gentlemen, we have iron. A lot of iron. Een lot? Wat joeg van het doe witte iron? Oh, dat is, veel. Ik heb er 7, 8, 9, nog meer. Oh, ik heb ook Kevin's gear. Nou. Looten. Oh nee, ik word weer geowned hier. Hoe kom ik niet in godsnaam s'nachts terug? Echt even serieus. Ik moet hout zien te fixen voor een boot. Nou, dit is waarom je dus zo snel mogelijk aan jezelf moet denken bij Community Craft. En niet andere mensen moet helpen. Dan ben je echt heel dom. True story. Het is ook de community in Community Craft is een beetje sarcastisch. Lichtelijk. Ik heb in ieder geval de crafting tables al teruggevonden. Dat is al heel wat. Okay. Goed bezig, Kevin. Hey. Dan is het nog steeds donker dan buiten? Ja, ja joh. En er staan ondertussen 3 zombies voor de deur. En die durven niet meer naar buiten. Dat is wel super kut. En jullie staan het huis gewoon te verdedigen, begrijp ik. Nee, ik sta bovenop de tafel, midden in het huis. Dan kunnen ze me raken. Ik doe helemaal niks meer. Hebben jullie nog steeds geen glas? Nee. Waarom zouden we glas hebben? Dan kunnen ze je niet raken. Hé, hey, sleutel. Er is een zombie hier binnen. Oh god. Hoe let de door open? Nee, het is in de mine. Ik zit in een mine. Waarom? Omdat ik steen nodig had. Wat gloeiende zombies! Kijk, ik heb 2 kills. Ik blijf op de tafel staan, F jullie. Dit is geen FPS, Wouter. Het gaat niet om kills, het gaat om resources, ja? Hoezo? Met 3 kills kan je een helikopter sturen. Ja. Nou, dan komt er een mega-explosie, zeker, Wouter. Ja? Ja, man. Wouter. Ah, dan moet ik nog een kill maken. Nou, vermoord Lars. Vermoord Lars. Ik sta weer op de tafel, ik durf niet meer. Ik kom wel even boven kijken, mijn pickaxe is bijna kapot. Dan heb ik genoeg spulletjes. Okay, dan maak ik een huis van steen. Dat is als goede iets beter tegen explosies gedaan. Waarom zeg je er niet, zet er niet overal fakkels neer dan? Hoe komen we fakkels? We hebben niet eens spullen. Ik heb fakkels, 17. Ja, en jij geeft het eventjes. Ga zelf licht maken dan hier. Ja, ik kom wel naar boven, want hier is niks. Have no fear, because Kevin Kicks is here. Nou, dus is dat die gozer die net dood gegaan is? Ik ben onderweg, ik zit in mijn boot. Rustig. De Kevin-mobiel. Dan is het niet have no fear, Kevin is here, maar Kevin is on his way. Oh ja, pardon. Have fear. Met fear, hij neemt fear mee. Creeper, Lars. Enderman, Lars. Wat is hij, jongen? Ik zie de zombies. Creeper. Oh nee, José. Maar jongens, het is licht, hoe kan dit? Maar er staat een zombie voor de deur, Kevin. Maar het is licht. Dat soort dingen verzin ik toch niet? Zombie voor de deur. Jongens, ik denk dat zombie haast. De creeper is dood, jongens. Het is gelukt. Hey, dapper. Ik moet zeggen, ja? Jouw huisje is wel de mooiste op de server. Dit is degene waar tot nu toe het meeste tijd in is gestoken, denk ik. Laat dat duidelijk zijn. Oh, Lars, een zombie achter je. Een mini-zombie. Er ligt hier ook echt een mini-zombie. Oh, Lars, pas op, die maak je af. Nee hoor, ik maak hem af. Pak hem, Lars. Oh, PvP master Lars. Die zal in ieder geval nooit... PvP. Wat hebben jullie mijn huis dichtgetimmerd? Wat is dit? Ja, anders kwamen de beesten, die gingen schieten. Die schoten zo naar binnen. Je zou zeggen dat met 4 man, dat je zeg maar heel veel kan bereiken in korte tijd. Maar mijn dit is gewoon... Met 3 man. Nou, je bent vergeten. We hebben Kevin laten doodgaan. We hebben... Creepers het huis laten exploderen. We hebben Lars bijna dood laten gaan toen hij in de buurt van de zombie-kel kwam. Kevin is al dood. Ja, dus op zich hebben we best veel gedaan in 1 aflevering. Gaat goed, man. Hey, hier zitten allemaal skellies. En nog meer. En mini-zombies. Wat doen die hier? Waarom? Die wonen daar. Laat ze lekker wonen. Ja, maar het is kloten, want die zitten dus in het... Wow, dat is echt een scherpschutter. Die zitten in het water en dan kunnen ze niet verbranden. Dat is echt fucked up. Tja. Okay, zou bijvoorbeeld die kuil dicht kunnen gooien, David, maar... Ja, ho, welke kuil? Die zandkuil. Die zandkuil. De zombiekuil. Zullen we dat doen? Zombiekuil. Ik zou het doen, scouwers. Ik ga kijken van een afstandje wie jij dat doet. Ja. Volgens mij ben ik bijna bij jullie. Ja, kan dat goed. Ik ga eerst die vent even... Wauw! Zag je, hij is aan het headglitchen? Zag je dat hij springt? Godsamme, ik ga ook bijna... Paul noemen? Ik ga ook bijna dood. Die ging echt net over je hoofd heen. Die paal. Oh, er komt er een aan. Oh, hier is er nog geen. Oh, ik heb hem. Hij is dood. Oh, mini zombie. Sterf. Ik ga even kijken. Ja, heb je hem, Lars? Want ik rende er net best wel hard voor weg, zeg maar. Oh, je hebt een stone sword. Dames en heren. Ik heb een stone sword, ja.
Cool. Heeft iemand nog mijn gear? Of, Hey! Kevin! Hallo. Oké, okay, Kevin, omdat jij zo'n verschrikkelijke noob bent, ga ik een cadeautje voor je maken. Nee, sterker nog, voor de hulp, zeg maar, die jullie allemaal gedaan hebben, ga ik jullie allemaal een cadeautje geven, ja? Wauw. Wat krijgen we, David? Wat krijgen we? Iets moois? Zeker. Dit is zeg maar, als je dit hebt, dan ben je echt... Dan heb je, is het halve werk is al gedaan. Oké. Bijna klaar. Oké. Okay. Dit heb ik dus net hard voor gespaard, hè, dit. Ja. Uit de grond van mijn hart. Jongens, kom even hier een beetje de ceremonie. Kom maar aan. Kevin? Er staan allemaal creepers daar om naar ons te kijken, hoe wij dit doen ook, hè? Ze van, zo, doe je goed, man. Oké, voor jullie avontuur, ik wil jullie heel graag helpen zometeen. Lars, jij krijgt die. Omdat je een dappere strijder bent. Kevin, jij krijgt die. Omdat jij een dappere strijder bent. Ja, en ja? Wouter, jij krijgt deze. Succes terug. Dit was de Community Craft voor de nieuwe map, jongens. Dit wordt mijn huis, dit wordt mijn rijk, dit wordt mijn empire, dit wordt mijn alles. En deze jongens hebben dus ook een eigen eiland. Dat kun je kijken. Nou, jij gaat eigenlijk helemaal geen video's maken, Kevin. Ja, misschien kan je dat doen, als er vraag naar is. Moet Kevin een gamekanaal starten, ja of nee? Laat het maar even weten. Faco gaat natuurlijk wel seizoen 2 van Community Craft opnemen. Tuurlijk, vanaf het begin. Hij heeft het grootste eiland van iedereen geclaimd, dus de verwachtingen zijn heel erg hoog. Dodo zit ergens op een... Waar is Dodo? Daar. Oh, Dodo, die is... waar ga je nou in het gat zitten dan? Sorry. Jij hebt... wat voor eigenlijk heb jij eigenlijk geclaimd? Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Volgens mij een redelijk normaal eiland, vlakbij Lars. Dus ik ga denk ik in mijn episodes Lars gewoon heel veel lastig vallen. Jij gaat echt inbreken. Ja. Nee, ik zit achter Lars. Nou, jongens, als je mij ook wil zien in de aflevering van hun, check even hun kanaal. Laat even een reactie achter of Kevin Kicks Music, weet je wel, van de DDG-song. Of die ook zijn eigen Let's Plays moet maken. Waarschijnlijk op een ander kanaal dan zijn muziekkanaal. Dan moet je hem gewoon spammen. Gewoon Kevin Kicks. Gewoon doen. Laat even een like achter, omdat we dus met een nieuw seizoen zijn begonnen en het fucking vet wordt. En tot de volgende keer. Later.